twee ton voor de frisse lucht. Dan krijg je een soort oude planken bij jezelf. Nog een keer jouw dag voor de vier mensen, dan... dat is zo ongeveer. Ja, vervolgens zit iedereen wel heel erg blij voor zijn. Sorry, we waren eventjes de problemen van de kleine huisbezitters in Durgedam en omstreken aan het bespreken. Het moet ook gebeuren. Je weet nu wat de achtertuin van Stekelwaard is. Maar goed, dat terzijde. Welkom bij Topnames. Iedere dinsdagavond zenden we vanuit Freedom Lab in Amsterdam. En we praten met wat wij de digitale voorhoede van Nederland noemen. Jochem Wieringa, voel je aangesproken? Nou, ja, wel een beetje, ja. Ja? Ja. Wat doe je? Ik heb een bedrijf en wij maken een volledig autonoom dronesysteem. Het doel is om eigenlijk de wereld te voorzien van een netwerk van autonome drones. En waarom is dat belangrijk? Ja, waarom? Hij heeft er eentje thuis, dat is juist zo leuk, man. Ja, dat is inderdaad verschrikkelijk leuk. Nee, waarom is dat belangrijk? Er zijn heel veel nuttige toepassingen voor drones. Denk aan de landbouw, ik kan er misschien wel wat meer over vertellen straks. Inspectie van infrastructuur, beveiliging, het helpen van politie, brandweer, kustwacht, dat soort zaken. Maar het probleem is nu dat voor elke drone in de lucht heb je een operator op de grond. En die kost eigenlijk 80% van de operationele kosten neemt die operator voor zijn rekening. En daardoor zijn dit soort diensten eigenlijk alleen maar winstgevend als je bijvoorbeeld of een heel duur gewas verbouwt. Maar bijvoorbeeld niet als je graan verbouwt. En voor de wereldvoedselproductie in de wereld, we kunnen niet meer grond verbouwen. Dus we moeten efficiënter omgaan met de grond die er is. Dat kun je doen met drones. Daar kun je hogere opbrengst, minder milieuverontreinigende stoffen gebruiken als je drones inzet in precisielandbouw. Maar dan moeten die kosten omlaag van die droneoperatie. En de enige manier om dat te doen is onze visie, is de operator helemaal uit de loop te halen. Laten we even proberen heel concreet te maken. Want ik denk dat de meeste mensen wel weten waar die drones daarvoor gebruikt worden. Hè? Als het gaat om irrigatie of om het gebruik van bestrijdingsmiddelen, dat je natuurlijk van boven heel goed kan zien hoe het met een gewas gaat. Ja. En wat je zou moeten doen om die opbrengst te maximaliseren. Ja. Ja. Maar jij zegt dan van ja, het feit dat iemand die drone er overheen laat vliegen, dat is eigenlijk te duur. Dat klopt. Maar hoe zou je dat dan willen automatiseren? Want hoe zie je dat dan voor je? Nou, wat wij aan het ontwikkelen zijn, is een systeem. Het bestaat uit een docking station en daar zit een oplaadsysteem en een weerstation en een internetverbinding, et cetera, in. En dat docking station, daar zit een drone in en die kan efficiënt lange afstanden afleggen. Dus dat is niet zo'n drone die je kent met vier van die propellertjes die continu zijn eigen gewicht tilt. Ja, ik zeg maar vleugels. Met vleugels en dan kan dus heel efficiënt, aerodynamisch efficiënt, lange afstanden afleggen. Maar los daarvan kan die ook elke keer weer verticaal heel nauwkeurig in dat docking station landen. Dat is natuurlijk belangrijk als je telkens weer een docking station... Dus je wilt opladen, de batterij. Ja, precies. En je hebt geen landingsbaan. Dus dat systeem van die drone in dat doosje eigenlijk kun je neerzetten op plekken waar vaak een drone nodig is. Bijvoorbeeld waar veel landbouw is, maar er kunnen ook andere diensten zijn. En je kunt meerdere van die drones in doosjes neerzetten op zo'n plek. En dan heb je op een gegeven moment een netwerk van drones die zelf onderling kunnen bepalen waar vraag is naar een drone. Ja, maar hoe bepalen die drones dat dan zelf? Want ik zie dan toch weer voor me dat iemand gaat bepalen van ja, ik heb hier nu een drone nodig en je moet dat dan gaan regelen en in gaan programmeren. Dat kan je net zo goed dat ding toch zelf vliegen? Stel je bent een boer. Landbouw is een hele belangrijke markt voor ons op dit moment. Het is ten eerste een hele grote markt voor drones. Maar het is ook een markt waar de regelgeving wat soepeler is. We verwachten dat we vrij snel over onbewoond gebied gewoon mogen vliegen. Je moet natuurlijk wel aan allerlei voorwaarden voldoen en veilig opereren. Maar goed, dat zal mogen. En pas over een jaar of 4, 5 zullen we over steden mogen vliegen. Dus landbouw. Stel je bent een boer. Dan wat je doet is je voert in een interface in bijvoorbeeld Google Maps van dit is mijn land. Dat omcirkel je. En je trekt je creditcard, die haal je er één keer doorheen. Je kiest een abonnement, bijvoorbeeld een prijs per hectare per maand. En die drone die doet zijn ding. Zo vaak als dat nodig is, dat kun je invoeren. Bijvoorbeeld, ik heb een gewas wat ik elke dag wil scannen. Of het is nu een risicovolle periode in het seizoen, dus ik wil het elke dag scannen. Of één keer per week is voldoende. Nou, dat kun je invoeren. En daarna doet die drone zijn ding. En die boer krijgt vervolgens geen rauwe data, want daar heb je ook niks aan. De boer heeft het druk genoeg. Dus een concreet, echt actionable advice, zoals we dat noemen. Met daarin een advies van op die coördinaten zou je meer moeten bemesten, daar wat minder irrigeren, et cetera. Wat zijn de drempels, het verhaal is eenvoudig verteld, wat zijn de drempels die jullie moeten nemen om dit te realiseren? Wat zijn voor jullie de moeilijkste hobbels?
Nou ja, een hele belangrijke hobbel is, de drone-industrie is nog een vrij jonge industrie. Dus eigenlijk wil ik helemaal geen drones maken. Weet je, het is ook helemaal niet mijn ambitie dus om drones te gaan verkopen. Wij willen die abonnementen, hè, dat die diensten leveren met sensoren vanuit de lucht. Je kunt het een beetje vergelijken met een mobiele operator die mobiele diensten levert aan het hele land. En daarvoor zendmasten moet neerzetten door het hele land. Alleen het probleem nu is, er is geen bedrijf dat die zendmasten voor ons maakt. Dus er zijn geen drones in docking stations die dit kunnen. Dus die moeten we zelf ontwikkelen. Dus dat ontwikkelen van zo'n systeem, dat is best wel complex. Dat is echt zeer high-tech. Een van mijn medeoprichters is Bart Remes. Die heeft het drone-laboratorium, het MAF-lab, van de TU Delft opgericht. Dat is echt een van de drone-laboratoria van de wereld. De Micro Aerial Vehicle Lab. Exact, ja. Dus die kennis die zit in ons bedrijf. We hebben echt, dat durf ik te zeggen, de knapste koppen van de hele wereld. We hebben mensen uit Zuid-Afrika, India, ja, Nederland natuurlijk ook, in ons bedrijf. Sommigen al 10 jaar ervaring in de drone-industrie. Om dat spul te maken, niet omdat we het willen verkopen, maar omdat we het nodig hebben voor het realiseren van onze missie. Ja, ik las ergens dat je ideaal is eigenlijk een soort autonoom vliegend netwerk van drones die continu data verzamelt van boven. Ja, dat klopt. En uiteindelijk wil je aan eindgebruikers verkopen. Precies. Dat is het plan, hè? Dat is het plan, ja. Ja. Vond ik ook wel intrigerend, want we hebben hier niet zo heel lang geleden die jongens van Birds AI hier aan tafel gehad. Ja, ja. Die zitten bij jullie ook in Delft, hè? Komen uit hetzelfde clubje, of niet? Die zitten in Delft, ken ze goed inderdaad. Want die zijn weer bezig met kunstmatige intelligentie om die plaatjes die je van boven kunt maken, ja, geautomatiseerd natuurlijk te herkennen wat er dan ook echt gebeurt. Hè? Ja. En daarvan, wat jij net zei, die rauwe data ook daadwerkelijk informatie te kunnen maken. Ja. Werken jullie met dit soort partijen nog samen? Ja, absoluut. Ja. Kijk, waar zij natuurlijk op zitten te wachten, is een zo goedkoop mogelijke manier waarop zij hun data kunnen verzamelen, zodat zij aan veel klanten hun diensten kunnen leveren. Dat is in hun geval het signaleren van defecten of het tellen van gewassen. Maar er zijn ook bedrijven die analyseren inderdaad de status van gewassen of analyses van infrastructuur die moeten, of misschien zelfs beveiligingsdiensten. Dus er zijn verschrikkelijk veel service providers die gebruik maken van aerial data. En wij willen dat zo toegankelijk mogelijk maken. Dat is eigenlijk onze missie. Ja. Hey, wat is er bijzonder aan het toestel wat jullie ontwikkeld hebben? Je zei al een paar dingen. Hij heeft een vleugel. Dus ja. Ik neem aan dat er ook een ander soort aandrijving dan ook in zit. Nou, er zitten wel propellers op. Ik kan hem even beschrijven. Het is misschien een beetje lastig om hem zo in de lucht te tekenen. Maar het is een vleugel die op zijn kant staat. Dus de propellers die staan omhoog gericht. Ja. Daarmee stijgt hij op. Alsof het een soort van een standaard drone is met een aantal van die propellers. En dan kantelt hij en dan vliegt hij vooruit. En dan vangen die vleugels, die worden dan gedragen door de wind. Dus dat is het ontwerp. Maar misschien het knapste zit hem nog wel in de drone zelf. En dat is de software waarmee die vliegt. Want je kunt je voorstellen dat om weer te landen in zo'n docking station en er staat wind op die vleugels, dat is nogal lastig. En je wilt niet dat zo'n ding de helft van de keren naast het doosje landt. Het moet gewoon altijd goed gaan. En die software die erin zit om dat mogelijk te maken, dat is, er is eigenlijk geen bedrijf in de wereld die dat op die manier kan, zoals wij dat doen. Oh ja? Ja. Dat vind ik nogal een claim. Dat klopt. Ja, ik heb net die Mavic Pro gekocht, die drone. Ja. En die is natuurlijk ook helemaal GPS gestuurd. Die maakt zelfs als die opstijgt een paar foto's van waar die vandaan komt. En die landt toch echt wel op een paar centimeter nauwkeurig exact op het kruis, hoor. Ja, maar ook, als het hard waait. Ja. Nee, dat gaat echt heel goed. Dus. We kennen een aantal bedrijven die inderdaad van dit soort... Dat is een DJI, hè? De bekendste consumenten-drone-fabrikant ter wereld. Ja, dat is een goede club. Klopt. Ja. Maar wat doen jullie voor bijzonders dat je dat beter kunt dan zij? Ik kan niet herhalen, of ik kan niet vertellen hoe die software exact werkt, maar wat... Maar het is gebaseerd op, kijk, GPS-data zijn onbetrouwbaar, weet je, dat is niet op een centimeter nauwkeurig. Dat is als je RTK-GPS gebruikt, is dat wel op een centimeter nauwkeurig. Maar vertel eens, hoe doen jullie het? Nou, die drone die gebruikt dus RTK-GPS, dus daardoor weet hij op de centimeter nauwkeurig waar die is. Ja. Wat hij doet is, hij gebruikt dat om exact te weten waar die moet landen. Ja. En om te meten waar die is ook. Hè, dus dan weet hij of het goed of niet goed gaat. Maar vervolgens is wind dus het grootste probleem. Dus wat hij doet, hij draait op een hele slimme manier in de wind. Zodat hij zo min mogelijk last heeft van die wind. Ja. En zet die landing in. En als hij merkt dat hij te veel afwijkt bijvoorbeeld, dan probeert hij het nog een keer opnieuw. Ja. En landt op die manier altijd goed in die doos. En wat ook nog wel interessant is, en daar hebben we net een patent op aangevraagd, is een systeem wat juist in die doos zit, wat ervoor zorgt... Ja, want ik zat gelijk te denken, het is wel leuk dat je op een plek kunt landen, maar je wil ook dat dat ding dan weer gaat opladen. En dus dan wil je ook dat die
weet je, dat er weer contactjes zitten, ja, waar die invalt. Of nou, de doos helpt echt actief, ja, mee om om de drone goed te laten landen. Dus want je wil de data eruit halen, ja, je wil de stroom weer in stoppen. Ja. Ja. Klopt, ja. Dus dat hebben wij ontwikkeld, dat hele systeem. En nou, ik kan me zelfs voorstellen dat op een gegeven moment andere bedrijven dit ook gaan doen. En dat juich ik eigenlijk alleen maar toe. Want zoals ik al zei, wij willen niet per se een hardwareverkoper worden. Ik heb ook niet de ambitie om de grootste fabriek in China op te gaan bouwen. Dus als een ander bedrijf dat kan, kan ik me best voorstellen dat we die hele productie outsourcen. Maar waarom heb je daar niet, ik zit erover na te denken, van ik wil een transportbedrijf beginnen, maar er zijn geen auto's, dus ik ga mijn auto's produceren. Dat is een beetje wat jullie aan het doen zijn. Mijn ambitie is niet om een autofabrikant te worden, maar ja, ik heb ze nu eenmaal nodig. Mm-hmm. Is dat niet heel lastig voor de focus van je bedrijf? Ben je dan eigenlijk niet al allerlei problemen aan het oplossen? Ik vind het ook eigenlijk een beetje een onzinverhaal. Nou ja, we zijn er wel heel erg goed in. Kijk, we komen natuurlijk uit Delft, de technologie is daar. Nee, dat bedoel ik. Je zit in met een clubje mensen bij elkaar. Ja. Je zegt net, we hebben 10 jaar ervaring in drone-technologie. Ja. Met allemaal nerds die het leuk vinden om vliegtuigjes te bouwen. En dan ga jij zeggen dat het je er niet om gaat. Kijk, het is nu waar het team passie voor heeft. Hè? Dus dat is, ja, hangt dat een enorme vibe en energie hangt erin. En weet je, als die data er zou zijn, het bouwen van een bedrijf wat vervolgens met data die verzameld wordt door drones iets te gaan doen, dat is natuurlijk een totaal andere business. En misschien hebben er nog wel wat meer mensen op de wereld bedacht van, dit is zo'n netwerk van autonome drones, dat zou hartstikke goed zijn, maar geen idee hoe je dat moet doen. Dus die hebben het niet gedaan. En wij hebben natuurlijk vanuit... Moet je het van je investeerders zeggen, omdat je anders... Weet je, dit is natuurlijk kopieerbaar. En terwijl als je natuurlijk echte expertise opbouwt op het maken van informatie van in de lucht verzamelde data, dat is natuurlijk wat meer sustainable misschien. Nee, ik hoef helemaal niks te zeggen van mijn investeerders. Nee, ik weet het niet. Maar ik denk wel dat het ook slim is om je niet vast te pinnen op het produceren van data of van hardware. Dat is uiteindelijk, je noemt zelf DJI, het is een verschrikkelijk efficiënt bedrijf, zegt de Apple onder de drones. Ja. Ik kan me best voorstellen dat die op een gegeven moment, als die hun zinnen erop zetten, welke in kunnen halen nog zelfs. Hè? We zijn nu een relatief klein team. Dus het succes van ons bedrijf moet niet afhangen van ons succes in het produceren van die hardware. Ja. Maar dat we er heel goed in zijn, dat is natuurlijk wel een enorm voordeel. Daardoor kunnen wij als allereerste dit uitrollen. En kunnen we misschien ook wel die technologie die we hebben ontwikkeld licenseren. Bijvoorbeeld aan een bedrijf dat beter is dan wij in het produceren ervan. Dat zou te gek zijn. Ja, even een paar vragen van Twitter. Neem wel even mee. Hoeveel last hebben jullie van veranderende regelgeving? Want ik weet het zelf, ik heb die Mavic Pro. Ja. Mag in Amsterdam niet mee vliegen. Dan woon ik toevallig net in Durgedam, dus dan mag je net wel vliegen. Ja. Maar ja, ik neem gelijk even een tweede vraag erbij. Iemand vroeg ook, Johan Schaap, die zegt in Den Haag zijn er nogal wat mensen die zich zorgen maken over drones. Hmm. Ben ik ook wel gaan begrijpen als ik met mijn drone daar aan het vliegen ben, met 10 kilometer actieradius. Je kunt er natuurlijk van alles en nog wat meedoen. Dus de vraag aan jou is eigenlijk, hoeveel last hebben jullie van die regulering? Want het wordt steeds maar strenger. Ja, nou, het grappige is dat er nu nog niet super... Ja, er is nu hele strenge regelgeving. Eigenlijk mag er niet zoveel. Ja. En wat juist het fijne is dat het gaat veranderen. Dat er nu bijvoorbeeld in Brussel, daar zijn we ook vaak, maar ook in Amerika, wordt nu gezien, we moeten die industrie, dat is een enorme industrie, die willen we ook niet missen. Dat is, daar hebben we heel veel baat bij in de landbouw en in allerlei andere takken van sport. Dus die willen we binnen Europa houden. Dus we moeten goede regelgeving hebben. Maar het moet wel veilig blijven. Nou, dat vinden wij alleen maar heel belangrijk. Dus het feit dat er nu vanuit Brussel wordt gekeken van wat kunnen we nou voor een uniforme regels opleggen. Hoe kunnen we nou ook zorgen dat er bijvoorbeeld een uniform luchtmanagement systeem komt. Dat al die drones niet in een eentje rondvliegen. Maar dat het georganiseerd en gecoördineerd gebeurt. Nou, dat ondersteun ik alleen maar. Dus ik vind het juist goed dat er meer regelgeving komt. Want daardoor wordt het duidelijker voor de industrie. En wordt het een veiliger business. Maar is het dat per land? Want jullie zijn uiteindelijk een internationaal bedrijf. Ja. Zijn er landen waar je makkelijker van start? Ja, op dit moment wel. Ja, zeker ook binnen Europa nog, maar ook... In Zweden bijvoorbeeld mag je echt helemaal niet met een drone vliegen. Nee, Zweden is een streng land. Engeland is weer een wat soepeler land. Zo verschilt dat inderdaad. In Frankrijk wordt al zelfs beyond visual line of sight, zoals dat heet, wordt gewoon gevlogen door een bedrijf. Dus dat verschilt nu nog per land. Dus het is ook alweer goed, denk ik, als daar in Europa één systeem regels geldt. Ja. Zijn jullie spullen eigenlijk al te koop? We gaan het eigenlijk sowieso niet verkopen. Maar we hebben nu, wat ik zeg, we willen het installeren en dus de... Ja, maar goed, zijn de abonnementen al? Maar wat we nu aan het doen zijn, we hebben het product nu, het werkt, we vliegen ermee bijna elke dag. We hebben een kantoor ook op vliegveld Valkenburg. Daar hebben we ook van Dependance en daar gaan we binnenkort met ons hele bedrijf heen. Dus daar vliegen we met ons systeem. En we zijn nu precies in de fase van het
doen van een aantal pilots met strategische partners. Die echt eindgebruikers die ervoor betalen om het product nog verder te ontwikkelen met ja, de feedback die we van de eindgebruiker krijgen. Ja, wat voor partners zijn dat? Dat zijn boeren onder andere. We zijn nu in gesprek met de reddingsbrigade om te kijken of we daar iets kunnen doen. Dat is ook heel interessant. Je kunt je voorstellen dat bijvoorbeeld zo'n reddingsbrigade elke ochtend wil zien waar de gevaarlijke stroming is. Zodat ze weten waar ze moeten opletten die dag. Maar ook als er een mogelijke drenkeling is en er komt een melding van binnen. Duurt het soms 10 minuten voordat een vrijwilliger ter plaatse is. Dan wil je eigenlijk al dat die drone zo'n rondje heeft gevlogen en direct zegt, nou, hier ligt waarschijnlijk iemand. Ga daar direct kijken. Nou, dat scheelt mogelijk net dat kwartier wat het verschil maakt. Ja. Hey, noem eens een paar andere sectoren waarvoor jullie dienstverlening straks interessant zou zijn. Want ik begrijp dat jullie zitten in de laatste fase. Hoe lang duurt het nog ongeveer voordat jullie... Ik verwacht, dat is ook regelgeving is één kant van het verhaal, maar ook het ontwikkelen van het product. Hè. We moeten het nog zover krijgen dat je kan aantonen dat het echt veilig is. Dat al je systemen zijn redundant, je hebt zoveel vlieguren gemaakt. Het is echt veilig. Ik verwacht over een jaar ongeveer commercieel op grotere schaal uit te kunnen rollen. Oké, dus dat duurt nog best een tijdje. Dat is echt het ontwikkelen van hardware is altijd... Geef eens een indicatie, want wat betaal ik dan per vlucht of per... Hoe gaat het abonnement eruit zien? Ja, dat verschilt dus heel erg per wat je afneemt, maar je kunt het sommetje heel makkelijk maken. Je hebt dus nu die drone, als je nu een drone wil laten vliegen over je land bijvoorbeeld, dan kost dat ongeveer €25 per hectare. Maar die operator kost dus 80% van die kosten. Ja. Dus het kan sowieso wel 5 keer zo goedkoop als je het autonoom doet. Maar wat nog extra voordelig is dat zo'n systeem hoeft niet voor één klant ontwikkeld te worden. Het hoeft niet alleen maar één boer bijvoorbeeld te bedienen. Anderen uit de regio kunnen het ook doen. Dus je kunt die kosten nog verder omslaan. Dus je kunt echt voor een fractie van de huidige prijs dezelfde dienst krijgen. Ja, je noemt eens een paar andere sectoren. Vroeg je ook nog inderdaad. Ja, die interessant zijn. Nou ja, infrastructuurinspecties. Dus dat zijn wegen en treinrails. Maar wat ook heel interessant is in de VS bijvoorbeeld. Stroomkabels die boven de grond. Als energieleverancier krijg je enorme claims als er een stuk van een stad uit de stroom uitvalt. Dus als er een boom dreigt om te vallen, dan moet dat eigenlijk onmiddellijk bekend zijn. Dus daar wordt nu bijvoorbeeld met helikopters gevlogen over elektriciteitsleidingen om inspecties en onderhoud te doen. Dat is gevaarlijk en verschrikkelijk duur, dus dat is een hele interessante markt. Maar ook oliepijpleidingen door de woestijnen bijvoorbeeld, die moeten niet lekken of afgetapt worden. Wordt nu ook vaak op hele dure manier met helikopters geïnspecteerd. Ja. Maar denk ook aan brandweer en politie. Hè? Dus er is een brand. Maar je zoekt natuurlijk vooral, dat begrijp ik uit je concept, naar een soort routinematige dingen. Hè? Kijk, die hoogspanningsleidingen begrijp ik. Ik kan zelfs in mijn drone kan ik gewoon een standaard waypoint patroon inprogrammeren. Ja. Dus ik zeg nou, vliegen over die hoogspanningslijn en stuur je beelden terug. En dat wil ik elke week doen. Precies. Het enige is, die van mij kan nog niet zelf opstijgen en landen. Dan moet ik hem een beetje bij helpen en opladen. Precies, maar verder is dat natuurlijk een hele logische toepassing. Ja. Zeker, ja. Want dat zijn een beetje de criteria. Het moet routinematig zijn. Routinematig is heel belangrijk, hè? Want er is ook zeker nog altijd wel een markt voor gewoon handmatig bestuurde drones. Als je één keer naar een plek moet waar je verder nooit komt met een drone, dan ga je daar niet een autonoom systeem naast zetten. Dus absoluut. Dus het gaat inderdaad echt om die... Of dat het vaker dezelfde missie is, of dat er heel vaak een unieke missie is in een gebied. Dat is natuurlijk ook interessant. Ja, belangrijk, of één van de discussies die je tegenwoordig ziet, is het verhaal van als er een nieuwe techniek komt, kost dat dan baan of levert het baan op? En zijn mensen bij nieuwe technieken, er zijn mensen die zeggen nieuwe technieken hebben er altijd voor gezorgd dat er weer nieuwe banen kwamen. Ja. In jullie geval, welke nieuwe banen levert dit op? Je hebt al eerder al gezegd, het is de bedoeling juist om het zonder mensen te doen natuurlijk. Ja. Nou kijk, wat er gebeurt als je, om weer even terug te gaan naar de landbouw, dat is wel een mooi voorbeeld. Nu worden er geen drones gebruikt voor als je een graanveld hebt. Ja. Dus dat je het automatiseert gaat niet ten koste van drone-operators die nu de hele tijd graanvelden aan het vliegen zijn. Nee. Wat er wel gebeurt is dat je gedetailleerder zo'n stuk land kan bebouwen. Dus ik kan me voorstellen dat... bijvoorbeeld voor andere precisie landbouwapparatuur, dus die op die velden heel nauwkeurig bemesting of pesticiden toepassen, dat die industrie een groei door zal maken als boeren ook daadwerkelijk precisie data hebben waarmee ze die apparatuur kunnen inzetten. Maar denk ook aan agronomisten bijvoorbeeld, hè, dus die landbouwadvies geven, dus wat doen we nou met die data? Maar ook het hele ecosysteem van bedrijven zoals Birds AI, die hier een tijdje geleden waren, en andere bedrijven die dus diensten bouwen die geleverd kunnen worden bovenop aerial data. Dus er zal een hele nieuwe industrie ontstaan van high-tech apps en dergelijke voor boeren en andere toepassingen.
Ja, dan kom je weer dichtbij, we noemden het eerder, met Birds AI, een clubje wat ook bij jullie in Delft zit. Die hebben wel heel radicaal gezegd, we gaan drones zelf, dat doen we niet. Nee. Wij gaan technologie ontwikkelen om iets met de informatie te doen die drones levert. En daar gaat natuurlijk straks ook de grote markt ontstaan. Voor hun gereden is dat heel slim, want ze bouwen een app, ze zijn goed in die artificial intelligence. Ja, dan hoef je niet vast te pinnen op één soort drone of één geografisch gebied. Of maakt eigenlijk niet uit waar de beelden vandaan komen, als een satelliet of een vliegtuig of weet je nog, het gaat om een andere... En zij vragen mij elke keer, Jochem, wanneer is de drone klaar? Wanneer kunnen we los? Ja, zo werkt het natuurlijk ook nog weer een keer. Ja, precies. Bewoond gebied en drones, want jij noemde dat zelf ook al eventjes net. Dat is natuurlijk weer een heel andere problematiek. Hè? Want veel van de dingen die jij zegt, of het nou hoogspanningskabels zijn of inspectie van wegen, of dat is boven bewoond gebied. En daar zijn de regels op dit moment natuurlijk nog best wel heel erg streng. En dat zie ik ook nog niet onmiddellijk veranderen. Nee, toch? Zeker niet. Dus dat is een van de redenen dat wij zwaar op de landbouw zitten. Want daar kunnen we op de korte termijn gewoon echt goed onze business op draaien en op laten groeien. Ik verwacht, we kijken een beetje naar de regulation roadmap in zowel Amerika als Europa. Dan moet je dus denken aan een jaar of 4-5 voordat dat in het vizier komt. Ja. Maar ik verwacht absoluut dat dat een ding gaat worden. Niet alleen voor mijn soort drones, hè, dus camera's in de lucht eigenlijk, maar ook voor delivery drones, waar nu bedrijven als Amazon heel hard mee bezig is. En veel in investeert ook. En veel in investeert, dus dat gaat er zeker aankomen. En het is ook goed om de technologie klaar te hebben voor het moment dat het zover is. Als je dan pas begint met bouwen, dan ben je, dan duurt het nog weer 5 jaar. Ja. Dus maar dat gaat er zeker aankomen, maar niet morgen. Wat weet jij van de concurrentie die op dit moment actief is? Hè? Want dit zijn natuurlijk altijd werelden waar meerdere mensen tegelijkertijd met vergelijkbare ideeën aan de slag zijn. Dus hoe erg voel je je opgejaagd? Nou, het is grappig, want het is eigenlijk nog een relatief kleine industrie. Dus ik ga veel naar conferenties. Over 2 weken ben ik in Dallas. Daar is een van de grootste dronebeurzen van de wereld. En je komt telkens dezelfde spelers tegen. Of tenminste, je komt 80% van de markt, dat zijn partijen die niet heel veel waarde toevoegen in mijn ogen. Hè. Dus bedrijven die bijvoorbeeld in de landmetingen zitten en zeggen, ja, ze drones zijn wel handig. Hey, misschien kunnen we zelf ook wel een drone bouwen, bestellen wat onderdelen in China. En ineens maken ze drones. Maar die drones voegen niks toe ten opzichte van de drones die er al zijn. Mm-hmm. Nou, en echt een kleine minderheid van de bedrijven voegen echt nieuwe drones toe met die dingen kunnen die nog niks, die niemand kon. En ik denk dat ik het grootste gedeelte van die bedrijven echt goed ken. We spreken elkaar vaak, het is een klein wereldje, je helpt elkaar ook af en toe. Er is wel eens een bedrijf dat het niet redt en dan gaat er wat personeel heen en weer. Dus het is echt een kleine wereld en we weten heel goed wat er speelt in de rest van de wereld. Zeker als het gaat om het bouwen van drones in een doosje die autonoom kunnen vliegen. Goed, je noemde net ook Amazon al even. Ja. Voor veel start-ups die wij aan tafel hebben, maar sowieso wereldwijd is verkopen aan bedrijven als Google of Amazon of weet ik wat, een soort logische strategie, hè, of exit. Hoe zit dat in de dronewereld? Ziet nu dat er heel veel van dit soort dronebedrijven, of het nou hardware of software is, dus het analyse van data of zelfs het regelen van luchtverkeer, die worden overgenomen door bedrijven als Google, Amazon, Intel, Airbus. Die zijn echt bezig met dit soort strategieën. Ja. Is dat ook jullie idee? Het zou kunnen. Ja. Ja. Ja, maar je wilt toch de wereld verbeteren zeker van anderen, man. Nou ja, dat gaan we zeker doen. Het begint er niet een beetje exit nu al. Nee, dat, ik zeg ook, het zou kunnen. We zijn er niet mee bezig. En het zou kunnen, je weet het nooit. Ja, ja, en jullie hebben net een investering opgehaald, Classic, van een Nederlands fonds, volgens mij, Unique, ja, ja. Ja, wat is dat voor club? Dat is een fonds vanuit de provincie Zuid-Holland. Die zich richt op het steunen van zwaar innovatieve bedrijven die nog in de beginfase zitten waarin je weinig klanten hebt. Ja. En dat is een fijne investering voor ons, want daardoor kunnen wij weer een stapje verder in onze proof of concept. Ja, want hoeveel heb je opgehaald? 3 ton is dat. 3 ton. Ja. Hoe lang kun je daarmee vooruit? Dat vertel ik niet op televisie. Maar het gaat hard. We zijn met een team van 7 man, zware jongens. Dus dat gaat snel. Ja. Dus we zijn ook nu ook weer bezig met de vervolgronde financiering. Ik zat vandaag iets heel anders, maar ook misschien wel een klein beetje vergelijkbaar. Ik zat een presentatie te kijken van Shazam, de dienst waarmee je muziek kan herkennen. En die hebben 6 jaar er eigenlijk over gedaan om te wachten tot het moment, dat het moment kwam waarop zij eigenlijk konden gaan vlammen. Zeg maar. Dat nog. Publiek, dat is bij jullie natuurlijk ook zo, hè? Want je zegt tegen de investeerders, ik verwacht dat het komend jaar. Dus het is een spannende markt. Weet je wel? Absoluut, je kunt niet op de maand nauwkeurig zeggen, en dan is die en die wet er en gaan we gewoon los. Ja. Dus het is echt, en dat vind ik het leuke eraan, het is echt, we moeten iets uitvinden. We zijn dus al uitvinders,
En het is moeilijk, het bestaat nog niet. Niemand anders heeft het uitgevonden. Dus dat maakt dat je echt voorop loopt. Het gevoel heb jij ook als je bij jullie op het, het bedrijf rondloopt. Zeker. Bij ons gaan er regelmatig high fives als onze drone weer iets doet wat nog niemand eerder heeft gedaan. Ja, dat is echt tof. Ja. En die Drone Valley daar in Delft, hè? Want dat begint toch wel een beetje een fenomeen te worden rond de TU Delft. Dat klopt. Het staat ook internationaal, begreep ik, inmiddels echt bekend als het expertisecentrum op het gebied van drones. Ja. Hoe ontstaat nou zoiets? Waar komt dat vandaan? Nou, dat is wel leuk. Het is echt vanuit de universiteit gekomen. Ik vind dat ze daar een goede visie hebben op dat vlak. Ja, zij stimuleren ook enorm die spin-offs en dat ondernemerschap. Ja, en... Nou, in Delft is de conclusie volgens mij een jaar of twee geleden getrokken van, we hebben echt verschrikkelijk veel robotica-researchers. Volgens mij was de TU Delft vorig jaar de nummer 2 in de wereld als het gaat om robotica-onderzoek. En ze hebben besloten dat nog zwaarder aan te zetten. Dus niet alleen door meer onderzoekers erop te zetten, waardoor over 1 of 2 jaar de doelstelling is de grootste universiteit ter wereld zijn als het gaat om robotica-onderzoek. Maar ook het ecosysteem daaromheen. Dat betekent inderdaad start-ups ondersteunen, maar ook grotere bedrijven naar de regio halen. En ook goed samen te werken met universiteiten en industrie in de omgeving, hoor. Het is niet alleen maar een Delfts clubje. De bedoeling is echt dat het het is misschien in Delft begonnen, maar dat het echt een Nederlands initiatief, misschien zelfs wel een West-Europese initiatief is. Dus dat het echt een... Ja, het heet ook Robo Valley. Hè? Echt een industrie zwaartepunt wordt als het gaat om robotica. Ja, ligt het accent daar nou nog wat meer op de technologie van de hardware en de apparaten? Of zie je eigenlijk daar de shift al richting de toepassingen? Want jij schetst, vind ik wel intrigerend, een wereldbeeld waarin straks natuurlijk continu door satellieten en drones en weet ik wat voor vliegende objecten... continu data verzameld wordt van wat er op de hele aarde gebeurt en waar je iets mee kunt. Ja. Ja. Ligt het accent op de toepassing? Oh, dat verschilt heel erg per bedrijf. Er zitten hele toffe bedrijven die onwijs aan het geeken zijn op een specifiek stukje technologie. Er zijn bedrijven die meer in de toepassingen zitten. En ik denk dat het krachtige van het ecosysteem is juist dat zo dicht bij elkaar in de buurt zit. Zodat je samen inderdaad tot iets moois komt. Ja. Ja. Een vraag van Twitter die je volgens mij net al wel beantwoord hebt, maar ik wil het nog even gesteld hebben. Camille Verschoor zegt... tof, in welk land denkt Jochem zijn eerste pilot te draaien en op welke use case? Volgens mij in Nederland? Ja, zeker in Nederland. Nederland is zeker niet de markt waar we groot denken te worden. Dus we zijn in Amerika bijvoorbeeld vele grotere boerenbedrijven waar we echt veel meer verschil kunnen maken. Maar ja, je eerste pilot wil je lekker in je achtertuin doen, dan kun je daar goed bovenop zitten. Ja, ja. En Camille is natuurlijk van Birds. Dat is ook het mooie van deze uitzending, dat we die verschillende gasten bij ons weer in dezelfde uitzending bij elkaar. Ja, heb ik net een drone gekocht, de allernieuwste, en dan hoor ik eigenlijk weer dat ik weer overbodig ben als dronepiloot. Ja, jongen, daar wacht ik altijd eventjes. Ik ben nooit... dat is nou even het lot van de early adopter, is het niet. Hey, nou goed, hij wil. Camille spreekt volgende week nog een keertje met hem. zou ik zeggen. En je kan de laatste informatie van elkaar. Ik vond het ontzettend leuk verhaal. Fantastisch initiatief. Ik ben heel benieuwd hoe het jullie verder gaat in de toekomst. We zeggen altijd tegen onze gasten, en dat doen we ook. Daarom zijn we al 6 jaar bezig. We maken hier vervolgverhalen. Dus kom alsjeblieft op een gegeven moment deze keer vertellen hoe het met jullie staat. Ja, hartstikke mooi. Dankjewel. Oké, jullie ook bedankt. Ja. Even kijken, voor de mensen die vaker kijken, die weten dat wij zoals altijd bedanken Streamzilla uit Groningen, het bedrijf dat ervoor zorgt dat je iedere week live kunt meekijken, Bier & Co die voor de biertjes zorgt en ik zit al wekenlang aan de mannenliefde, ik ga binnenkort weer even wat anders hieruit uitproberen. Beer Cider, dat weet ik nog niet, wat ik daar zie staan, maar goed. Staat nog genoeg. De volgende uitzending probeer ik wat anders. PQR is het bedrijf, wat tot voor kort 2ML was, wat ervoor zorgt dat de website van Fast Moving Targets altijd up and running is. En dan natuurlijk Freedom Lab. Ja, waar we zitten. Waar we zitten. Dank jullie wel en als je live kijkt, blijf kijken, want zo direct hebben we nog een uitzending. Dag. Ja,